binnen de uur. Gabriel. Maar schrok. Maar Gabriel stelde haar gerust.
was hij vrolijk en fluitend aan het timmeren in zijn werkplaats. Hij zou gaan trouwen met zijn geliefde Maria. Maar nu was hij helemaal niet gelukkig. Hij was zelfs kwaad. Maria had hem net verteld van de ontmoeting met de engel en zijn boodschap. Jozef zei boos: hoe kun je nu zwanger zijn? We hebben nog nooit met elkaar geslapen. Het kind is van een andere man. Je hebt me bedrogen. Maria wist niet wat ze moest zeggen. Ze huilde. En toen zei Jozef dat hij niet meer met haar wilde trouwen. Woedend stuurde hij haar weg. Maria liep eenzaam langs het water en dacht aan de mooie tijd die ze samen met Jozef had beleefd. Haar hart was gebroken. Find for sins in my mind and say.
van keizer Augustus bekend maakte, de hoogste baas van het land. Alle mensen moesten reizen naar de plek waar hun familie vandaan kwam. Daar zouden ze worden geteld. De Romeinse keizer wilde namelijk weten hoeveel inwoners zijn rijk had. Ook Jozef en Maria werden overvallen door het besluit van de keizer. Ze moesten helemaal naar Bethlehem. Maria wilde niet op reis. Ze was nu al maanden zwanger en het zou niet lang duren en haar kindje kwam ter wereld. Zei Jozef met een zucht. Als de keizer zegt dat we moeten gaan, dan moet het. Het is nu helemaal niet anders. Maar ik kan het niet, riep Maria met tranen in haar ogen. Ik ben zo moe en ons kind kan elk moment geboren worden. Straks gebeurt het zomaar onderweg. En wat moeten we dan doen? Ik bedenk wel iets. Ik zal je beschermen, zei Jozef. Ga jij je maar slapen. Jozef hoeveel geld ze nog hadden. Het was maar weinig. Alleen als ze heel zuinig zouden zijn, konden ze misschien een ezeltje kopen. Dan zou Jozef lopen en kon Maria op het ezeltje zitten. De volgende morgen stond Jozef vroeg op en begon om een ezel te zoeken. Maria pakte ondertussen wat spulletjes in. Toen Jozef met een ezel terugkwam, konden ze vertrekken. Het was druk op de weg. Heel veel mensen waren onderweg naar de plaats waar ze geboren waren. Honderdduizenden mensen met paarden, wagen, met ossenkarren, kamelen, op ezeltjes of gewoon lopend. Oh!
Jozef teleurgesteld terug. De herberg zit al vol, zei hij. Maar niet bang zijn hoor, er zijn nog meer herbergen. Er is vast wel ergens plek voor ons. Waarbij Jozef ook aanklopte, nergens was plaats. Niemand wilde hem binnenlaten. Zelfs niet als Jozef vertelde dat Maria elk moment een kindje kon krijgen. Overal gingen de deuren weer dicht. Jozef en Maria werden er wanhopig van. Maria moest er haar best voor doen om niet te gaan huilen. Toen ze een stuk verder waren, wees Jozef voor zich uit. Daar zie ik nog een herberg. Ze gingen er naartoe en klopten aan. Een vriendelijke man deed open. Nee, zei hij, ik heb geen plaats meer in mijn hotel. Maar een stukje verderop staat nog een oude stal. Misschien kunt u daar slapen. Jozef bedankte de man. We zullen er gauw naartoe gaan. Het zal tenminste droog zijn, zei Maria. En in elk geval warmer dan buiten. Dit moet het zijn. Jozef deed de deur van de stal open en keek naar binnen. Achter in de stal stond een oude os. Hij hief even zijn kop op toen Jozef binnenkwam. Kom maar, Maria, zei Jozef. Hij maakte een bed van stro en hooi waarin ze kon liggen. Daarna deed hij zijn jas uit die hij over haar heen legde. Toen liep Jozef naar buiten. Daar stond een ezeltje nog. Kom jij ook maar binnen, zei Jozef. Je hebt ons zo goed geholpen. Jij zult ook wel moe zijn. Hij zette hem bij de os. En de os ging naar het ezeltje. En het ezeltje snuffelde aan de os. Toen begonnen ze allebei rustig te eten van het hooi dat op de grond lag. En Jozef ging bij Maria zitten en streelde haar haar. Hij was ontzettend moe. Ineens keek Maria aan. Het komt, zei ze. Het kindje komt.
Het is koud.